Ik wil het liefst weer op het podium staan en uiteindelijk ook goud halen. Dus Rio is zeker heel belangrijk. Maar daarnaast, ik kan gewoon nog 4 jaar door tot Tokio. Dus ik kan 2 keer goud halen op rij, kan ook. Nou ja, Rio is wel op dit moment het grootste doel. Het geeft echt een kick als je zo'n baan zo snel kunt volbrengen, zeg maar. Je staat met 7 andere meiden aan het starthek en om dan als eerste die eerste bocht in te gaan, dat geeft natuurlijk een kick. Ik denk wel dat het een soort van verslaving is. Ik denk niet dat het een slechte verslaving is. Ik ben toch altijd met sport bezig. Niet dat topsport altijd gezond is, maar ja, het is wel een soort van verslaving. In de topsport gaat het om zulke kleine details. En dan moet je het op het moment dat het erom gaat, moet je het laten zien. En dat brengt een hele grote druk, mentale druk met zich mee. Ja, en daar is Laura echt heel goed in. Hoe zwaarder het wordt, zeg maar, mentaal. Hetzelfde als dat ze met bepaalde wereldbekers ziek is. Vorig jaar in Rock Hill, dit jaar in Argentinië. En dan toch nog op het podium komt. En dan zie je als ze zich wel goed voelt, met bijvoorbeeld Papendal, dat ze een wereldbeker kan winnen. In 2008 zat ik voor de buis midden in de nacht om Beijing te kijken, de Olympische Spelen. Nou, en toen ging het met het fietsen ook al goed. Toen was ik net Europees kampioen geworden. En toen dacht ik echt van, ik wil echt een keer naar de Olympische Spelen toe. Dat lijkt me zo gaaf. Dus vanaf toen is wel echt die droom begonnen, zeg maar. En het besef van, nou, als ik dat wil, dan moet ik er wel echt voor gaan. En goed voor trainen en mijn best op doen. Ja, Londen 2012 is zeker mijn sportieve hoogtepunt tot nu toe. Nou ja, ik was 18, ik was de jongste die meedeed en de jongste ook die mee kon doen. Ik was net oud genoeg. Het jaar daarvoor had ik mijn ateneum diploma gehaald. En ik heb eigenlijk maar 1 jaar fulltime kunnen trainen tot de Spelen. Ik ging als 4e de eerste bocht in en ik heb dat meisje voor me nog weten in te halen. En ik kwam over de finish en ik wist niet wat me overkwam. Het was 1 grote roes eigenlijk waar ik in terecht kwam. Ik kwam over de finish, ik vergat om mijn rem te knijpen. Ik vloog volle bak tegen de boarding aan. En ik stond om me heen te kijken, zo van, hoe kan het nou? Dit is helemaal niet, heb ik nou echt gefietst? En ik keek naar de grote borden toe, waar onze namen op kwamen te staan, zeg maar, in volgorde. En ik zag echt mijn naam op 3 staan. En ik dacht iets van, shit, dat is echt gebeurd. Dus nou, het podium op en dan krijg je die medaille. En nou ja, toen werd het Colombiaanse volkslied afgespeeld. Maar het voelde voor mij net het Nederlandse volkslied. Want ik stond daar en ik had gewoon brons gewonnen. Toen natuurlijk wel meteen ook de media. Die zei, nou, wat moeten we nou van Laurens Mulder verwachten? Die komt zo snel opzetten, daar moet wel goud worden over 4 jaar. Maar zo makkelijk is het niet. Ik had toen gewoon echt het maximale eruit gehaald. Ik ging supergoed en dat rondje klopte alles. Nou, om zoiets nog een keer te doen, het is gewoon heel moeilijk. Het is een moeilijke sport, heel onvoorspelbaar. Als er maar iets verkeerd gaat, dan lig je eruit. Oké, riders, random start. Riders ready, watch the gate. Ja, ik wil natuurlijk heel graag de beste in de BMX zijn, de beste vrouw bij de Elite Women. En dadelijk op de Olympische Spelen ook het beste uit me halen. Dus ja, ik heb wel die drive, zeg maar, om het maximale eruit te halen. En ik denk dat elke topsporter die de Olympische droom heeft, zeg maar, die dat allemaal wel nodig heeft.
We zijn hier op de IMG Academy om de laatste twee weken voor te bereiden. We zitten hier op dezelfde tijdzone als Rio, dus dat is ideaal. Ook een beetje hetzelfde klimaat. Het is hier iets warmer dan in Rio. Er ligt hier een prachtige baan waar we gebruik van kunnen maken. Plus hier de faciliteiten van de IMG Academy. Een beetje explosieve trainingen, een beetje krachttrainingen, sprinttrainingen, baantrainingen. Dus het is echt de laatste puntjes op de i. Het grote werk is gedaan. Dat hebben we eigenlijk afgelopen winter gedaan. Dan hebben we een seizoen gedraaid wat heel goed is verlopen. Op dit moment draait eigenlijk alles erom om zich goed te voelen. Dat is ook het enige wat Laura aangeeft. Van oké, als ik me goed voel, dan doe ik mijn ding en dan lukt het ook allemaal. En dan gaat het ook goed. En als je kijkt wat voor records ze op dit moment allemaal rijdt en hoe goed het gaat, ja, dan zie ik Rio met heel veel vertrouwen tegemoet. Alles goed? Ja, alles goed. Ja hoor. Top. Ik ben samen met mijn broer in 2001 begonnen. Uiteindelijk ging mijn zusje ook fietsen, dus de hele familie ging op pad. Echt uit de hand gelopen hobby eigenlijk. Hoe lang ging je daar nou fietsen op die baan? Oh, bijna elke dag, tot volgende week vrijdag. Het is niet voor de hand liggend om als meisje BMX te gaan doen. Ik vond het heel gaaf en ik ben ook dan niet een meisjesmeisje, zeg maar. Ik vind het wel leuk om een beetje actieve, extreme dingen te doen. Dus het is niet daadwerkelijk geen vrouwensport, want uiteindelijk er doen toch best veel vrouwen aan mee. En er doen ook heel veel meisjes aan mee als je rondkijkt bij ons. Dus wat dat betreft, ja, het is gewoon een gemengde sport, maar er doen wel meer heren aan mee dan meiden. Dus. Maar het is een mooi baantje ook voor jou voor die wereldbeker aan het eind van het jaar. Echt. Ja, ik ben nou wel zeker dat ik aan je mag dan. Ja, wel toch, ga toch met mij mee. Ik vind het wel. Ja. Ik woon nog steeds bij mijn ouders en nou, ze steunen me nog steeds heel hard. En mijn vader zit er middenin, die heeft een team waar ik dan onderdeel van ben. Het eerste commerciële team in Nederland, eigenlijk in Europa. Dus nou ja, mijn vader leeft ook heel erg mee en die zit er bovenop eigenlijk. Zou ik het huis laten zien? Ja. Heb je nog niet gezien, ja, hè? Leuk. Ja, ik zal even een rondje lopen met laptop. De woonkamer, best groot. En dat is voor iedereen voor jullie of alleen voor jou en Merle? Merle en Edgar en Douche. Keuken, lekker groot. Hier is Edgar. Even kijken, dit is mijn kamer. Rotzooi ook weer. Hè? Nou, valt best mee. Ik heb het goed opgeruimd. Kijk, alles opgehangen. Alles in de kast gelegd. Ik heb gewoon veel te veel spullen. En dan Merle, die ligt op bed. Hallo. Die staat op bed. Merle. Oh no, die van mij is erger hoor. Kijk. Hoe is het? Goed hoor, met jou. Merle's kamer. Merle's badkamer. We hebben allemaal eigen badkamer, dat is echt ideaal. En het is een groot huis dan. Ja, het is echt heel groot. En van de jongens boven is het nog veel groter. Ja, ik denk wel dat ik verliefd zou kunnen worden, dat ik er tijd voor heb. Er zijn andere voorbeelden in het team die gewoon een vriendje, vriendinnetje hebben. Maar ik denk niet dat je echt heel hard moet zoeken, want dan ga je toch niemand vinden. Ik zou wel het liefst een jongen hebben die een beetje sportief is. Die begrijpen denk ik ook makkelijker wat ik doe. Hallo. Zo op zo'n rustweek werd hij altijd een beetje stijf. Als ik weinig te treden, dan is het gewoon aan de gang blijven als het beste. Talent is zeker niet alleen genoeg. Je moet ook echt heel hard werken. Soms zeggen ze wel eens, je kunt beter iets minder talent hebben, zodat je harder moet werken ervoor. Nou, ik moest heel hard werken om mijn kracht erbij te krijgen. Ik was talentvol op de baan, maar ik moest wel mijn start aan werken en dat soort dingen. Dus ik heb wel echt hard gewerkt om uiteindelijk aan de top te komen. Oké, riders, random start. Riders ready, watch the gate. Ik ga door mijn zak.
Ja, ik mis heus wel een keer iets leuks, weet je wel, met mijn vriendinnen of een keer een feestje. Maar ja, dat is dan zo, dat vind ik niet heel erg. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om het totale plaatje. Ik wil gewoon het beste uit mezelf halen. Dus als ik een keer iets mis, ja, dan denk ik, dat haal ik daarna wel weer in. Ik rol eerst een keer naar beneden en dan zie ik wel. Ready, watch the gate. Mijn grootste concurrenten zijn Mariana Pajon uit Colombia, regerend Olympische kampioene en op dit moment ook wereldkampioene. Caroline Buchanan uit Australië, die staat op dit moment eerst in de World Cup ranking. En nou ja, het ligt er maar net aan wie die dag het beste is en het beste voelt en alles op zijn plek valt. Maar die hebben wel echt de kans, zeg maar, om goud te halen. En ik denk dat ik daar wel bij zit. Ik wel zeker. Maar dat klinkt ook zo stom. Voorwaarts, hè, meteen. Ja, je moet geen watje zijn, nee. Je moet een beetje tegen stootje kunnen af en toe. Want je gaat er nou eenmaal een paar keer af. Oh, Jesus. Nou ja, als je bang bent voor het vallen, je kunt niet voorzichtig gaan lopen fietsen. Want als je voorzichtig gaat fietsen, dan ga je ook geen medailles halen. Je zult toch risico's moeten nemen. Je kunt gewoon hard aanfietsen over die eerste. Ja, maar ik dacht, ik doe gewoon een keer chill. Ik ben in Colombia dan gevallen tijdens het WK in de kwartfinale. Ik had de dag ervoor de tijdrit had ik zilver gehaald. Nou, ik voelde me super goed en ik ging die wedstrijd in en het ging allemaal goed. De kwalificatie was makkelijk doorgekomen. Nou, toen stond ik in die kwartfinale en ik ging gewoon door mijn eigen stomme fout onderuit op de eerste bult al. Ja, toen was het WK voor mij over. Ik baalde wel omdat ik me zo goed voelde en daar had zeker heel veel in gezeten. Ja, het heeft niet zoveel nut om daarin te blijven hangen. Je kunt wel allemaal negatief gaan lopen doen daarna. Maar ja, je bent nou eenmaal gevallen. Je kunt er niks meer aan doen. Je kunt niet door, weer terugdraaien. En je moet toch weer door. Ik had Olympische voorbereidingen die op de stoep stond. Het is wel echt, ja, we doen dag in dag uit alleen maar trainen. Maar toch, ik vind het superleuk om te doen. Elke keer als ik weer op mijn BMX-fiets op de baan mag gaan fietsen, dan weet ik wel, ja, hiervoor doe ik het. En ik vind het nog steeds hartstikke mooi. Ik kan me wel herinneren dat ik het altijd superleuk vond om naar de trainingen te gaan. Ik was de hele dag, dacht ik alleen maar aan BMX als ik op school zat. Ik heb mijn school uiteindelijk gewoon afgemaakt. Ik heb hem altijd niet in mijn diploma gehaald. Maar ik zei het hele jaar en de laatste twee jaar zei ik, als ik klaar ben met school en ik heb mijn examen, dan ga ik fietsen. Oké. Ja, dat vindt iedereen raar. Maar ja, ik had nooit nagedacht over een vervolgopleiding. Het was mij alleen maar, ik wil fulltime gaan trainen en voor de Spelen gaan. Hun vinden het heel normaal om naar de universiteit te gaan en zo. Ik vind het heel normaal om elke dag te gaan trainen. Ik ben wel heel gelukkig. Ik vind het heel leuk om te doen. En ik zou niks liever willen doen op dit moment dan de hele dag met BMX bezig zijn. Ik wil het liefst weer op het podium staan en uiteindelijk ook goud halen. Dus Rio is zeker heel belangrijk. Maar daarnaast, ik kan gewoon nog 4 jaar door tot Tokio. Dus ik kan 2 keer goud halen op rij kan ook. Nou ja, Rio is wel op dit moment het grootste doel.